Een ontzettend goede morgen met dit YouTube-verhaal van de Stofjes. Goedemorgen, lieve kijkers. Zondagmorgen, het zondagmorgenpraatje is er weer. Vandaag, lekker weertje. Zoals je kunt zien op de achtergrond, lekker zonnetje. Het was een lekker temperatuurtje. Om te gaan lopen. Oh. Sorry. Je kunt auto rijden, dus veiligheid voor alles. De temperatuur is nu al 15,5 graden, zie ik op het dashboard. Dus is een aardig temperatuurtje om te lopen. Zonnetje. Even de snelle plank erop. En vandaag natuurlijk wedstrijdje weer met Juliana. Dat is de ene laatste. Hierna hebben we nog twee, dus de derde laatste. Vandaag dus wel de laatste thuiswedstrijd. Dat wel. Dat wou ik echt zeggen, de laatste thuiswedstrijd. Dus vandaag gaan we iets bijzonders of iets speciaals doen met het ontbijtje. Normaal gesproken hebben we altijd gewoon een beetje soep, brood, broodjes. Mogen ze zelf smeren, mogen ze zelf bepalen wat ze erop willen. Iets van kaas of vlees of whatever. En vandaag is het warm. Wat joe. Ik zit nog een beetje na te zweten. En dus vandaag. Ontbijtje met een gebakken eitje. Hey, dat rijmt. Lekker. Ontbijt met spek. Mogen zelf kiezen natuurlijk. Ze zijn natuurlijk niet verplicht om een eitje te eten. Als ze niet willen, dan willen ze niet. Maar dat wordt wel dat ik zo meteen eerder naar Juliana ga. Om dan samen met Paul en Jordi, die overigens dit seizoen weer weggaat. Helaas. Om de jongens te voorzien van een gebakken eitje zometeen. Dus dadelijk snel douchen. En dan weer op de Juliana vandaag. Thuiswedstrijd, zoals ik al zei. De laatste. Nou, we willen absoluut nog wel wat punten proberen te pakken. Is het niet meer voor de stand om bovenin mee te doen of na competitie of wat dan ook, dan is het wel gewoon puur. Puur om het seizoen goed af te sluiten. Dat je niet alsnog ergens in de onderste degraderen kunnen we niet meer. Dus dat was wel veilig. Dat we in ieder geval niet in de onderste regio belanden. Dus daar wil je wat punten mee pakken, Micha. En dan gaan we dadelijk doen. Eitje bakken. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. En natuurlijk ook voor een speler die gaat afscheid nemen. Dat hebben we natuurlijk vorige week al gedaan met de thuiswedstrijd. Hebben we uitgebreid feestje gevierd. Dat was ook de samenkomst van Juliana feest. Nou, dat was berengezellig. Dat was echt berengezellig. En vandaag de laatste wedstrijd. Dus ja, weet je, er zit ook nog wel wat in. Dat wordt dan vandaag echt zijn allerlaatste thuiswedstrijd. Bijna. Toch gewoon zo. Ga je missen, man. Maar goed. Zonnetje. Mooi weer. Vandaag wordt weer lekker. Gelukkig dat het vandaag niet zo regent als van de week. Man, kwam het eruit, zeg. Baba. Ik was met werk was ik in Gemert. En bij de laatste klant toen moest ik terug naar de zaak. Toen zei hij van, het was donkere lucht. Het was er niet aan het regenen of wat dan ook. Donkere lucht. Ik kijk naar boven. Ik zei nou, ik denk dat ik lekker alvast in de bus ga zitten. Dus ik had een kop koffie. En vandaag dan wil ik naar buiten en dan gaat het regenen. En dan stroomt mijn koffie dadelijk over. Dus zo gezegd, zo gedaan. Even kijken wat ik ga doen. Ik ga hem... Ik moet toch met deze auto gaan. Hoppakee. Zo, even parkeren.
Nee, en ik had er naar gekeken, naar de lucht. Ik denk van, nou, ik kan beter gewoon in de auto zitten. Dan zit ik pas in de auto, heb ik de koffie nog. En dan is het goed. Dus, ik ben in de auto gezeten, ik ben gereden. Nou jongen, daar kwam het ook nog eens bij. Ik zag gewoon helemaal niks bij het rijden. Het was gewoon één vaag. Je zag wat stoeprandjes en daar reed heel rustig. Maar het was wel poeh. Nou, voordat ik dan uiteindelijk Geermond uit was. Of van Helmond was het trouwens, Helmond. Toen ik Helmond uit was, toen was het alweer beter. Dus kon je weer gewoon op de provinciale richting Veghel kon je gewoon normaal rijden. Dus dat was. Oh, ik zet hem open, want het wordt warm in de auto. En oh ja, daarover gesproken trouwens, auto. Ik had deze auto had ik open laten staan, dit raampje, het dakraampje. Kijk, hier zit een dakraampje dat ik zou openstaan met die regen. dat vond de auto niet fijn en de zitting ook niet. Ik kwam terug en ik zag in één keer hier zo. Er zit hier zo'n bakje hier, daar. Met zo'n bakje, die stond gewoon onder water. Holy gee. Echt, dat was echt maar goed. Nou kan ik om lachen omdat alles opgedroogd is en er is verder niks kapot of zo, dus dat is helemaal goed, maar fuck. Nee, dat was lijp. Maar goed, in ieder geval, ik ga nu afsluiten. Ik sta voor de deur, ik ga daar douchen. En dan gaan we voor de rest van de zondag genieten. Ik ben benieuwd wat vandaag wordt. Ik hoop dat we vandaag nog een winst pakken. Dus dan is het, hoop ik op. Dus dan zeg ik in deze, bedankt voor het kijken. Als je het leuk hebt gevonden, even een blauw duimpje omhoog en even abonneren op het kanaal. Dat komt allemaal goed. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Moet ik de bril opzetten? Zo beter? Goed zo. Als de blauwe duimpje omhoog komt en even abonneren. Dankjewel. Ik zeg, tjoe.